Hoi en welkom bij deze video. Dit keer eventjes niet een leuk dat jullie kijken, want het is geen leuk berichtje wat ik met jullie ga delen. Maar ik wil het wel eventjes delen en dat doen we samen. Wat het natuurlijk ook ons beiden aangaat. En het heeft alles te maken met mijn operatie die ik ondergaan heb. Er komt zo direct eventjes een knip tussen deze beelden, omdat ik het startte als weekvlog, maar het liep op een gegeven moment zoveel uit met informatie die we gaven dat we zoiets hadden van, nou, we maken er gewoon even een aparte video voor. Dus er komt zo even een clip, dit is eventjes een introotje, maar ik ga dus in deze video jullie op de hoogte brengen van wat er momenteel speelt en waarom ik dus geopereerd ben. Want ja, op de socials had ik het al gedeeld, op mijn Instagram account had ik een fotootje geplaatst natuurlijk van mij in een ziekenhuisbed. En in het vorige, ik weet niet wanneer het bekeken wordt, maar in een weekvlog van mij had ik het ook gemeld dat ik geopereerd ging worden. Dus ja, dat wekt wel natuurlijk heel veel vragen op. En ja, dat gaan we in deze video bespreekbaar maken. Het is geen leuk onderwerp, dat zal ik alvast wel even melden. Dus mocht je dat niet willen horen, klik deze video dan weg. Mocht je wel willen weten wat er aan de hand is, blijf dan vooral hangen, blijf dan vooral kijken. Het is geen leuk nieuws. We hopen wel op leuk nieuws uiteindelijk, maar in eerste instantie is het niet geen leuk, leuk goed nieuws. We hopen, het is geen leuk nieuws en we hopen op goed nieuws. Ja, ja. Maar dat gaan we jullie dus allemaal in deze video vertellen. Ja, dus, ja weet je, heel veel, weet je, als ze niet willen zien, heel veel mensen hebben ermee te maken. Dus misschien kan het, misschien heb je het zelf meegemaakt, ja, in de familie meegemaakt, weet ik wat. En ik denk, ja, dat het dus, mocht het ook, ja, zo wezen dat je toevallig iemand kent die er momenteel mee loopt, ook bijvoorbeeld, deel deze video dan ook vooral. Ja. Want hij mag voor mij ook gewoon echt gedeeld worden, deze video's zijn een informatievideo, want ik geef gewoon echt uitleg over het hele traject tot nu toe. Ik ben nu 1 dag post-operatief, zoals ze dat dan noemen, dus ik ben gisteren geopereerd, dus het is allemaal nog erg vers. Maar we gaan dus in deze video in ieder geval vertellen wat er aan de hand is, wat eventueel het toekomstbeeld is. Dus, het kan voor mensen die ermee bezig zijn, of weten, of het gevoel zijn, kan het confronterend zijn. Tenminste, komt, ja, dat je denkt van, nou, weet je wat, dat soort nieuws, daar zit ik eigenlijk niet op. Nou, we zitten er allemaal niet op te wachten, maar ik hoor dat liever niet. Of ik trek me, ja, dat heel erg aan. Dus dan, klinkt dan gewoon weg. Ja, moet je het gewoon kijken niet doen. Nou. En anders, ja, bereid je vast ervoor op een niet zo'n heel leuk verhaaltje. We brengen het wel luchtig, ja, maar het is wel serieus. Ja, maar dat zijn wij ook. Gewoon met humor, positiviteit, zo gaan we er ook in. Dat vertellen we ook allemaal, maar mocht je dus wat gevoelig zijn en daar ook overgevoelig voor zijn, klik de video dan gewoon weg. Voel je daarbij ook niet schuldig. Je hoeft het niet te horen, je hoeft het niet te weten. Maar ja, het is in ieder geval niet zo heel leuk nieuws wat we gaan melden. We gaan er wel heel positief mee om. We gaan er ook positief in. Maar dat gaan we dus hierna vertellen. Dus ja, het is wat het is helaas. Maar de uitleg komt hierna. Ik denk, ik doe even dat serieuze onderwerp even wat luchtiger maken. Beginnen met spreekwoordelijk de meloenen. De meloenen. Ja. En dan kan jij maar inkoppen. Ja. Ja, hoe gaan we het beginnen? Nee, Rebel. We kwamen er vorige week. Nee, we niet, ik. Vorige week vrijdag. Nou ja, in eerste instantie jou, lijkt me logisch, jij. Ja. En toen kwam je naar mij toe en toen ontdekte ik het ook. Ja. Dat. Ik even een klein beetje opschrijven zodat je ook, ja, meer in beeld kan komen. Oeh. Mike, ja, zijn ene meloen. Toch een stuk groter, harder. Ja. Ik zei toevallig vanmiddag tegen Den ook dat ik de meloen op het, ja, aardrecht zag leggen van, oh, dat is eigenlijk wel een hele goede vergelijking van hoe het bij mij was. Precies. Oh ja, je moet wel goed om. Ja. Links, rechts. Dat was zeg maar de situatie van onderen bij mij. Rechts dus behoorlijk vergroot. Daar kwam ik dus onder de douche achter. Wacht, we hebben hier. Nee, niet doen. Nee, maar ja, kijk, moet je deze, oh, dan zie deze dan ook op de meloen. Het voelde ook niet mooi, glad en. Nee, bumpy. Ja, bumpy. Moet je. Nee. Doe het, nee, weer terug. Doe maar even niet eten op camera. Nee. Dat wordt er niet beter op. Maar goed, dat merkte ik dus vrijdagavond. Toen ben ik dus dinsdag naar de huisarts toe gegaan. Maar ja,
de huisarts die heeft het eventjes gevoeld en die had zoiets van, nou, dit voelt niet goed, ik stuur je gelijk door naar het ziekenhuis. En daar is toen een echo gemaakt van de onderkant. En ik ging eigenlijk al met het idee naar het ziekenhuis toe van, oké, de huisarts voelt het en die vindt het niet goed aanvoelen. Maar ja, dat voelde ik zelf ook al, dus ik had al zoiets van, nou, die moeten gewoon uit. Ja, hoe heet ze? Dokter Bernhard is erbij geweest, dokter Dennis is erbij geweest, jouw dokter. En toen hadden we allemaal besloten, ja, gelijk naar die huisarts. Ja. En gelijk, nou ja, die huisarts zei nou gelijk door naar het ziekenhuis. Ja, dus daar is toen een echo gemaakt. Ja. Van beide. En toen zei diegene die de echo maakte ook van, ja, dit ziet er inderdaad niet echt heel erg goed uit. Ik ga het eventjes overleggen met de radioloog. Nou, dat was niet echt een heel fijn moment. Want ik lag daar alleen op die tafel. Dennis mocht niet mee naar binnen. En toen had ik helemaal zoiets van, nou, wat er ook gebeurt, dat kreng, dat gaat er gewoon uit. Ik wil geen enkel risico lopen. Dus toen kwam ze uiteindelijk terug. Toen mocht ik me weer eventjes aankleden in het omkleedhokje. En toen kwam ze terug bij me. Toen zei ze van, we hebben de polyurologie gebeld. En daar mag je je gaan melden. Dan mag je naar de uroloog toe. Dus dat ging ook echt ontzettend snel. Nou, eenmaal bij de uroloog aangekomen. Situatie uitgelegd. De uroloog heeft ook even gevoeld. En die zei ook van, ja, dit is inderdaad niet goed. Gelijk doorgestuurd naar het lab om bloed af te nemen. En eigenlijk ook gelijk het traject ingegaan voor behandeling tilbalkanker. Ja, die uroloog die zei ik meteen, en ik wilde er ook zo snel mogelijk uit hebben. En hij had al gekeken in de computer, nog voordat wij volgens mij werden opgeroepen. Dat hij zei van, ik zie donderdag de mogelijkheid en ik wil dat je gelijk geopereerd wordt. Dus, nou ja, dan kom je dus eigenlijk vanaf dinsdag en dan donderdag, je hebt helemaal geen tijd om... Nee, het is echt zoals ik het ook op Facebook zette, echt een achtbaan waar je op dat moment echt in belandt. Dus heel goed dat ze meteen doorpakken, maar... achtbaan begon eigenlijk al vrijdagavond, dat ik echt dacht van, oh jee, nee hè. En ja, gelukkig vierden we jouw verjaardag het weekend wel, dus er was wel aardige afleiding, maar evengoed hou je er toch wel mee bezig. Ja. Maar als je dan uiteindelijk bij die huisarts bent geweest en die stuurt je door, dan ga je echt een hele dolle achtbaanrit ga je in. Dus ja, bloed afgenomen, zijn gelijk naar de case manager gestuurd, ook van de urologie. Dat is dan zeg maar zo'n informatiepersoon die ertussen staat, die alle informatie geeft ook. Heel veel folders meegekregen ook. Het hele behandeltraject besproken ook. En was eigenlijk nog niks bekend, want ja, alles moest gepland gaan worden ook natuurlijk. En bloed was afgenomen, er moest ook nog een CT-scan ingepland gaan worden. De operatie moest natuurlijk ingepland gaan worden, dus wel echt zoiets van... Oké. Dus we zijn uiteindelijk relatief snel ook wel weer het ziekenhuis uitgegaan. Nog ja, we hebben dat gesprek bloed afgenomen. Ja. Zij heeft degene die case manager is er achteraan gaan bellen. Want mogelijk, toen we dit nog waren dinsdag, dat er gelijk een CT-scan nog gedaan moest worden. Ja, opname rondje in het ziekenhuis. Opname rondje zo. Uiteindelijk is tegenwoordig zo, althans in Alkmaar, dat het opname rondje, dat hij heel wat belletjes heeft gehad, maar dat telefonisch kon woensdag. Ja. Dus apotheek, anesthesie, verpleegkundige, allemaal dat soort dingen. Ja. En toen, nou ja, we bleven nog heel eventjes in Alkmaar hangen toen we het ziekenhuis uitgingen. Van, nou ja, we hadden nog niks gegeten. Laten we even wat gaan eten. Dus voor hetzelfde geld bellen ze nog. En kunnen we... En moeten we terug voor die CT-scan? Want ja, dinsdag, donderdag, denk ik. Daar moet, maar uiteindelijk is dat donderdag na de operatie nog gedaan. En dat was dan een CT-scan met... Ja, maar we zaten nog in Alkmaar te eten. We waren eigenlijk net klaar met eten. Dat de planning van de OK belde ook. Van, je kan donderdag komen, je moet 10:45 melden. Precies, en om 12 uur sta je op het programma. Dus het ging echt heel snel. Ja. Kort erachteraan belde ook de case manager nog. En die gaf aan van, nou... Donderdag, 9:30 volgens mij of zo, staat de CT-scan gepland. Toen had ik zoiets van, oh, maar ja, dat wordt wel erg lastig, want ik moet ook nuchter blijven voor de OK. Ja, maar je moest een liter water wegdrinken, minimaal een liter water nog. Ja, dat kan natuurlijk niet voor de operatie. Dus toen had ik zoiets van, oh, ja, dat kan niet. Dus dan moest die verplaatst gaan worden. Nou, toen heb ik ook tegen haar gezegd van, joh, daar hoef je me niet over terug te bellen. Zet het maar gewoon digitaal erin, dan lees ik dat wel. Want je kan tegenwoordig ook digitaal je dossier helemaal inzien en alle afspraken. Dat de planning van elkaar ook belde, vroeg ik ook, moeten we nog even terugkomen voor het opnameplein, want we zijn er toch in Alkmaar. Maar toen zei ze over, nee, dat hoeft allemaal niet meer. Je kan gewoon online een vragenlijst invullen. Er staat van alles nog wat in je portaal klaar. Dat kan je allemaal invullen en dat gaat voor de rest allemaal telefonisch. Die afspraken die krijg je ook gewoon in je portaal te zien en dan bellen ze je gewoon op. Ja.
Dus ja, dat was wel eventjes heel erg raar. Ondertussen, in die tussentijd, ook nog heel veel dingen geregeld voor het werk. Want ik had ook nog een toetsmoment staan met collega's en dat soort dingen. Overleg, afspraken, alles moest gecanceld worden. Want ja, ik ging niet meer naar mijn werk toe. Examen van jezelf, wat nog gecanceld moest worden. Ja, dat is pas na de operatie heb ik dat natuurlijk gedaan. En toen was donderdag. Toen moest ik dus donderdag dus naar het ziekenhuis. Moest ik me om 10:45 melden. Nou, dat ging allemaal ook echt heel erg vlot. Hele leuke verpleegkundige hadden we ook. Echt heel vriendelijk ook. Ja, dan krijg je het standaard drieltje natuurlijk van hoe het allemaal in zijn werk gaat. Toen zeiden ze ook van ja, het is een schatting. We hopen dat je om 12:00 opgeroepen kan worden. Maar het kan ook wat later worden. Want het heeft ook te maken met het spreekuur van de uroloog. En ook met het OK-schema. Dat soort dingen. Nou, alles ging echt toep, strak volgens schema. We zaten midden in het gesprek nog en ik mocht al de voorbereidingen gaan doen. Dus me uitkleden, operatiehessie aan, medicatie innemen. Ik kreeg nog een pijl in mijn lies om aan te duiden aan welke kant ik geopereerd moest worden. En ondertussen was ook de CT-scan ook afgesproken voor donderdag, dus gisteren om 4:15. Dus dat was ook al heel erg fijn, maar ik was er echt net. Toen hadden ze al een telefoontje gehad dat ik al eerder kon komen. Het zei alsof, ja, moet eerst geopereerd worden. Eerder kan hij niet. Nee, na de operatie kon het ook al heel snel, maar toen was je net wakker, denk ik toch. En daarna is het nog weer even goed vervroegd. Uiteindelijk is hij 3 kwartier eerder. Ja, het ging allemaal echt heel erg snel. Maar je was ook al heel snel heel erg wakker. Ja, het was gewoon echt een hele rare gewaarwording. Het is echt voor het eerst dat ik echt bewust ook een narcose meegemaakt heb. Heel ver verleden dat ik nog jong was, heel jong was, toen werd ik geholpen aan mijn keel en neus amandelen. Nou, daar werd ik me niks meer van te herinneren. Dat was ik een jaar of 3 of 4. Dus nu was het wel heel bewust alles meemaken. Dus dan ga je eerst naar die voorbereidingskamer toe ook. Nou, dan wordt het infuus in je hand geprikt. Nou, de eerste keer prikte ze mis. Hier, want ze zei van, oeh, jij hebt lekker aderen. Want als ze de stuwband bij me opdoen, nou echt mijn aderen plop omhoog. Maar toen zei ik al tegen haar van, nou, ze zien er lekker uit, maar zo lekker zijn ze niet, hoor, want ze rollen. Want met bloedafname had ik dat ook. Zei ze ook, oeh, die prikkelen goed, die zie ik. Zeg, ja, maar hou maar even goed tegen, want ze rollen. Dus de eerste infuus ging fout. En toen zei ik al van, je moet eventjes deze aarde pakken. Nou, dan vloepte die zo in, dus dat ging gewoon lekker snel. Nou, dan ga je uiteindelijk dus met Bettenal richting OK. Het is trouwens ook heel raar om met Bettenal gewoon door zo'n ziekenhuis heen gereden te worden. Ik heb alleen maar de ervaring van het bedden rijden in plaats van dat je er zelf in ligt. Dus dat is wel een hele rare gewaarwording. Nou, jij weet inmiddels ook hoe het is om onder een koos te gaan met je elleboog natuurlijk, een paar jaar terug. Maar ja, dan kom je daar op die OK. En dan moet je overstappen op dat OK-bed. Nou, dat is echt helemaal niet fijn. Het enige wat ik echt dacht, oh, mijn rug. Mijn rug is gewoon ook echt niet fijn. Het is extreem hol en 2 scolioses erin. Dus ik lag echt alleen maar op die bank van, oh, mijn rug. Kwam de arts erbij. Die had nog een aantal vragen gesteld. Ook of alles bekend was. Nou, kon het hele gebeuren kon ik natuurlijk helemaal opriedelen ook. Dus hij heeft me niet ook echt heel veel hoeven vragen. Vroeg ook van aan welke kant is het. Zegt het is rechts. Ze hebben een pijltje gezet ook. Dus de hele procedure is afgehandeld ook. Nou, toen liep hij weer weg. Hij vroeg ook nog van, er is te sprake geweest voor een prothese. Wil je hem? Ik zeg nee. En daar heb ik gewoon ook echt bewust voor gekozen. Omdat het een prothese is met siliconen erin. Nou, tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel verhalen over in de media ook gekomen over van allerlei klachten rondom siliconen protheses van borsten, maar dus ook voor tilballen. Daar heb je dus ook gewoon protheses voor, want daar hebben we het dus gewoon over het onderkantje. Daar heb ik dus bewust voor gekozen om dat niet te gaan doen. Ik heb Dennis, dus ja, Dennis is alles gewend van mij. Ik heb voor de rest helemaal niemand, dus ja, waarom zou je er zo'n prothese in doen? Het is alleen maar een cosmetisch iets, dus daar was ik eigenlijk al heel gauw over uit. Je kan me voorstellen. Ja. Ik zou het zelf, denk ik, zeker met de zou ik het ook niet doen. Maar ik kan me als mensen, als er mannen zijn die echt van, ja, er ontbreekt iets en ik mis het. En weet ik vond dat je het ook voor jezelf, voor het gevoel, wel zou kunnen willen. Of dat het je zou eventueel nog in de toekomst kunnen. Oh ja, in de toekomst kan eigenlijk ook. Net zoals bij vrouwen, als die ook een amputatie hebben gehad, dat ze dan ook voor het zicht of voor het gevoel ook een prothese laten plaatsen. Sta ik ook gewoon volledig achter. Dat is ook echt iets wat helemaal goed is ook. Maar ja, ik wil dat gewoon. Is persoonlijk. Ik wil het risico gewoon niet nemen. Ja. Ook omdat je van die hele rare vage klachten kan ontwikkelen en dat soort dingen. Dus ik had zoiets van nee, weet je, laat dat maar gewoon lekker voor wat het is.
Dus ja, moest op die elkaartafel gaan liggen. Nou, dan moet je met je arm op zo'n steun gaan hangen. Dan kreeg je op een gegeven moment op de andere kant ook. Want toen zei ik ook van, alsjeblieft, bind me nog niet vast. Want ik ben claustrofobisch, dat wil ik niet. En mijn rug doet gigantisch zeer, dus schiet alsjeblieft eventjes op. Ik had me echt oud op mijn rug. Dus ik kreeg kap op met zuurstof. En de narcose werd ondertussen door het naaldje gespoten. Nou, ik heb denk 2 of 3 flinke happen zuurstof genomen. Vloep, weg was ik. En in ene hoorde ik, meneer Wassenaar. En ik zat echt van, hey, hallo. En toen was ik dus al op de verkoever. Dat is echt zo raar. Zo glijd die narcose in en zo ben je er alweer. Het is echt heel raar. Maar ik was gelijk klaar wakker. Eigenlijk ook helemaal geen pijn. Je moet dan zo'n pijnscore geven van 0 is helemaal niks. 10 is het meest extreme wat je je maar kan bedenken. Nou, ik zat op 2. Ik voelde het, maar het was niet echt dat ik dacht van, ik verga van de pijn. Ik begon gelijk ook al te mekkeren over, ik heb trek, ik heb dorst, mag ik alsjeblieft wat hebben? Dus ik kreeg een ijsje. Ze vroegen nog, wat wil je, perenijs of een raketje? Ik zeg, perenijsje. Want ik had laatst ook al een keer aan Dennis gevraagd, maar toen waren ze op. Nou, daar waren ze dus ook op. Dus ik kreeg alsnog een raketje. Dus een raketje, ja. Ik was gelijk al helemaal volledig bij. Ik was ook al gelijk weer 100 uit aan het kletsen en al dat soort dingen. Maar degene die mij dus daar hielp, de verpleegkundige, die ging op een gegeven moment ook vandoor. Want die had lunchpauze, dus 2 anderen namen het over. Toen zei ze van, nou, dat is een hele vrolijke meneer hoor, die zit al 100 uit te babbelen. Dus die nieuwe verpleegkundige die had eventjes mijn bloeddruk opgemeten, nog een keertje de pijnscore gevraagd. En die zei van, nou, je bent zo wakker, ik ga de afdeling bellen, je kan lekker gaan hoor. Dus toen kwamen er 2 meiden van de afdeling, 2 hele leuke meiden ook. Daar zat ik ook gelijk alweer 100 uit mee te kletsen. Dus ik zei ook wel tegen die meiden van, joh, haal die zooi er allemaal maar vanaf en neem me maar gewoon mee, want het gaat allemaal goed. Nou, dat deden ze ook gewoon. Dus ja, ik was al heel snel weer terug op de afdeling. Ik denk dat ik al met al iets van 10 tot 15 minuten op de verkoever gelegen heb. Toen mocht ik al vertrekken. Dus toen kwam ik al en toen werd me ook al gevraagd van wie je bent drinken of zo. Ik zei, ik zou heel graag wat willen eten, maar ik scheur van de trek. Dus die is toen lekker een broodje voor me gaan halen. 2 broodjes en een kop koffie en een lekkere bouillonnetje. En in de tussentijd belde ik Dennis op. Nou, jij nam ook op van, hoi. Jij was ook al zwaar verbaasd dat je mij aan de telefoon had. Ja, want dat met Michael's telefoon zelf. Ik sta natuurlijk als contactpersoon, dus ik denk, er komt een 072 nummer in beeld. Of anoniem. Het is wel nog opgenoemd, of ik bel zelf, maar hij belde dus al zelf. En ook niet helemaal niet van krokkie van, dit is gewoon, hi, ik ben weer terug. Nee, ik zei het op de verkoever ook nog. Ja. Dus het voelt net alsof ik een powernap gedaan heb. Ik deed mijn ogen echt open, ik dacht van, even vast geslapen, maar ik was er ook gewoon. Dus toen kwam uiteindelijk de verpleegkundige die me dus ook opgenomen had, die kwam ook weer terug voor de controles, bloeddruk meten en dat soort dingen. En toen zegt hij tegen me zo van, zal ik je vriend even bellen? Ik zei, nee hoor, die heb ik al gebeld. Oké. Dus toen kreeg ik mijn eten. Ondertussen lekker met de telefoon, op de socials kijken en dat soort dingen. Nou, toen kwam Dennis ook alweer binnen. Ja. Nou, echt 100 uitlopen kletsen de hele tijd. Het ging allemaal goed ook. Ik merkte op een gegeven moment wel dat het een beetje qua pijn begon toe te nemen. Maar het was verder gewoon nog draaglijk ook. Dus ik heb daar gewoon nog even een paracetamolletjes ingenomen. Nou, ik denk rond een uur of 3 of zo, dat ik ook kreeg te horen dat ik dus al voor de CT-scan mocht komen. Die kon dus ook een stuk vroeger, dus dat was ook wel heel erg fijn. En dat was eigenlijk ook zo voor mij. Dat was ook de eerste keer dat ik uit bed uitkwam. Ik heb dan zelf de overstap gemaakt naar de tafel waar je op moest liggen. En ze zeiden zelf ook al van, doe je hoofd maar even aan de andere kant, dan hoef je er met je hoofd niet in, want we zagen dat je claustrofobisch bent. Dus ook heel erg fijn. Nou, ook daar begon ik gelijk weer van, mijn rug. Maar dan kreeg ik een heerlijk groot kussen onder mijn knie en dat scheelde al enorm. En ik moest met mijn armen zo omhoog achter me zitten met mijn infusie. Dus dat vond ik ook al heel erg lekker. Maar die CT-scan, dat ging ook echt zo ontzettend snel. Ze zijn een kwartier, maar volgens mij was het sneller. Nou, voor mijn gevoel is het hooguit 5 minuten geweest. Ja. Nou, dat is wel iets meer. Ik kreeg die contrastvloeistof ingespoten. Ze zei ook van, daar krijg je een beetje warm van en dat... Ik heb er ervaring mee, want in het verleden heb ik al vaker dat soort scans gehad. Ook een contrastvloes. Nou, helemaal niks van gevoeld. Ik voelde er tot hier dat ik echt dacht van, het is een beetje warm. Maar voor de rest gewoon last. Dus ik was ook zo weer uit de CT-scan vandaan. Was er dat dopje van de infuus, was er ook kwijtgeraakt. Ik zeg, laat lekker, want het infuus dat gaat er straks toch uit. Ik ga zo direct naar huis toe. Nou, ik kwam ook terug op de afdeling. Ik heb me gelijk lekker omgekleed. Ja, want dat ontslaggesprekje was zo warm. Dat het ontslaggesprek eigenlijk al werd gedaan door... de verpleegkundige, die het over
droeg uiteindelijk na drieën aan een ander. Die zou het moeten doen, maar hij had het al gedaan, want het ging zo snel. En zo... Ja, ik was zo goed bij, zo goed alles onder de... Dus toen hadden ze gezegd, ja, als die CT-scan is gedaan, dan... Ja, dus een infuusnaaldje eruit, spullen pakken en daar ging ik. Gewoon lopende en de CT-scan. Waar hebben ze dat van gedaan? Van gedaan, van je? Ja, ja, om eventjes dus helemaal terug bij het begin te komen. Ja. Ben dus nu het behandeltraject ingegaan voor tilbalkanker, want... Daar focussen we ons nu eigenlijk op, totdat de uitslagen eventueel anders uitwijzen. Bloedonderzoek is dus geweest om te kijken wat de tumormarkers waren. Nou, die zijn nu waarschijnlijk nog erg hoog, omdat ik dus gewoon een gezwel rondom mijn rechterbal had. En de CT-scan, die was van mijn buik tot hier, dus echt van mijn hele bovenlichaam. Om eventueel, mocht het zo wezen, uitzaaiingen op te sporen. We hopen natuurlijk niet dat ze er zijn, maar mochten ze er zijn... Dan kunnen ze die in ieder geval met de CT-scan opsporen ook. Dan moet ik de 22e nog een keertje bloed af laten nemen. Om te kijken of de tumormarkers gezakt zijn. Want stel, ik heb geen uitzaaiingen en al dat soort dingen. Dan moet uiteindelijk die tumormarkers ook gaan zakken omdat die bal dus weg is. En het is niet alleen mijn bal wat weggehaald is, maar ook de hele zaadleider van die bal is weggehaald. Ik heb dus ook een sneetje op mijn schaambeen. Niet in mijn lies, maar op mijn schaambeen. En daar is die weggehaald. Daar zit dus ook de meeste pijn. Maar 26 juni op maandag moeten we terugkomen. Dat was dus ook de dag dat ik zou gaan examineren, maar dat heb ik dus gecanceld. En dan krijgen we alle uitslagen te horen. De 23e hebben ze MDO, dus een multidisciplinair overleg. Dan hebben alle artsen die dus nu bij mij als team zitten, hebben overleg met elkaar. Dan gaan ze dus het pathologisch onderzoek, want de bal is dus nu ook naar de patholoog toe. Die is hem dus in stukjes aan het snijden en aan het onderzoeken ook. Te kijken wat voor cellen het zijn. Dus die uitslagen moeten eerst binnenkomen. Nou, dat duurt het langste. De uitslag van de CT-scan wordt besproken. En de uitslag van beide bloedonderzoeken worden besproken. En op basis daarvan wordt dus een verder beleid opgesteld. Nou, als we uitgaan van het slechte scenario. Waar ik gewoon ook rekening mee hou. Daar zijn daar dan twee opties voor. Namelijk chemokuur of bestralingen. Gelukkig niet extreem veel. Volgens mij was het met de bestraling, heb ik zoiets gehoord, volgens mij een stuk of 10 wat ik dan moet hebben. En van de chemo, als het chemo wordt, worden het er 3. Alleen het nadeel is wel dus dat het niet in ons eigen ziekenhuis kan gebeuren. Voor de chemo's moet ik voor naar het AVL in Amsterdam, is het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ja, jij zegt 3 chemo's. Ja, dat is ook wat ze zeiden. Maar de eerste dag van die... Ja, dat zou ik ook gaan uitleggen. Maar zeggen, dus dat klinkt als één behandeling. Ja. Maar het is natuurlijk wel, het is wel meer. Ja. 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 Maar ik ben er wel blij mee om te horen dus dat het AVL wordt. Want het is echt het gespecialiseerde ziekenhuis in Nederland op dat gebied natuurlijk. Dus dat vond ik wel heel fijn om te horen dat dat dan dat ziekenhuis gaat worden. Wil ik nadat het dan chemo's gaan worden dan natuurlijk. De eerste kuur, daar moet ik dan voor het minimaal 5 dagen in het ziekenhuis blijven. En daarna mag ik dan naar huis toe. En dan hadden ze het nog over 2 kuren ook. Ja, hoe dat gaat, dat horen we dan natuurlijk allemaal nog precies. Wel. Want dan worden we ook echt, ze zeiden wel, weet je, als dat zo is, dan word je echt daar overgedragen daarin. Dan worden hun hoofdbehandelaar. Dus dan horen we daar. Ja. Ja. En mochten het bestralingen gaan worden, dan moet ik wel een stuk verder. Dan moet ik naar Groningen toe. Vanuit ons gezien natuurlijk. Want de kijkers die wonen misschien wel in Groningen. Of in, ja, wij zitten in de kop van Noord-Holland. Ja. Dus dat is in ieder geval best ver. Het is allebei niet voor ons. Ja, Amsterdam is het dichtst bij. Dat is nou even goed nog een uur. Ja. Maar Groningen is nog wel even verder. Ja. Dus ja, dat is afhankelijk van de uitslagen dus en het type zelf wat ze gaan aantreffen. Mocht er niks aangetroffen worden, wat we natuurlijk gewoon hopen, dan is het gewoon regelmatig bloed onderzoeken. Om te kijken of die tumormarkers gaan zakken. Want dan is het gewoon een teken van oké, dat was de oorzaak. Het zakt nu, dus dan is het gewoon klaar. Dus dan is het gewoon regelmatig bloedonderzoek en check-ups bij de uroloog. Dan blijf ik dus wel gewoon in Alkmaar in het ziekenhuis. Daar hopen we natuurlijk op. Maar ja, we houden ook gewoon rekening met het slechte scenario. Dus dat er een heel traject zijn twee gunstige scenario's, toch? Tenminste, mocht er niks zijn. Niks, als er geen uitzaaiingen zijn, maar het is wel kwaadaardig. Oh ja. Dan blijf je streng onder controle. Ja. En als het een... het is even goed een tumor. Maar als het een goedaardige tumor is, dan moest die ook verwijderd worden. Blijft die ook onder controle. Maar dan zijn er
zit er iets meer langere tijd tussen. Wat dan ook. Ja, dus we zijn eigenlijk, we hopen op twee dingen. Of een goedaardige tumor, of een kwaadaardige tumor zonder uitzaaiingen. En dan hebben we het ook echt over de eerste, de beste klieren die ze tegenkomen. Hebben ze ook nagekeken, als zelfs al is het in de eerste klieren. Lyse zijn sowieso ook gevoeld, want dat is ook de eerste plek waar het dan heen gaat. Maar dat voelde ook niet afwijkend volgens de uroloog. Nee. En dan zijn buik en zijn longen, want dat zijn dan volgens dit type. Gaan daar de uitzaaiingen naartoe en daar is die CT dan van gemaakt. Mocht het foute boel zijn, is de prognose wel heel goed. Zei de urologen ook. Ja. Echt een hoog slagingspercentage, want het had het over 98% in het gunstigste geval. Het meest gunstige geval zat het op iets van 72% of zo. Dus het is wel een hoog slagingspercentage. Maar ja, even goed, hè. Als het fout is, ik ga er gewoon voor, hoor. Ik ga echt keihard die strijd aan ook. Ik heb niet voor niets de klavertjes. Ik zag ze niet in beeld, nou. Ja. Oh, hier, onze klavertjes. Ja. Oh, maar ze zien mij zo vaak shirtless. Ja. De klavertjes. Symbool in de strijd tegen kanker. Ja. Beetje kloten, of kloot, nu in dit geval, dat ik hem nu zelf nodig heb. Maar goed, het is wat het is. Ja. Leuke kan ik het niet maken. Maar ik denk, ik start dit weekvlog ook gelijk maar met dit nieuws. Want dan is het maar gewoon uit de wereld vandaan ook. En dan is het gewoon bekend ook. Dat is vandaag de 16e. Ja, precies. Dit is ook wel vervelend. We hebben nu wel gewoon in die achtbaan. En... Ja, het is gewoon kloten. Het is gewoon kut ook dat ik nou gewoon het klavertje zelf nodig heb. Ja. Maar nu is het al, het duurt lang, de 26e. Ja. En dan eigenlijk wil je de 26e ook niet. Maar ook weer wel. Wil weten waar je aan toe bent. Ja. Maar als het niet goed is, wil je het eigenlijk ook niet. Maar dan kan je wel weer denken aan, van, nou, wat zijn de volgende stappen? Dus ik ben wel heel erg... Ik ben heel erg blij dat het gewoon echt zo ontzettend snel gegaan is. Dat zei de huisarts ook dat ik er was. Van, dit is wel een traject wat heel snel kan gaan. Dus ik ging er eigenlijk een beetje vanuit van, joh... Ja. Als het ergens volgende week gaat gebeuren of zo, oké. Niet weten dus dat het nu al zo snel zou gaan. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Want ik heb echt zoiets... Dat zei ik in het begin natuurlijk ook al. Van dat ding moet gewoon weg. En dat de urologen het ook zei van dit gaat heel snel. Ik wil je donderdag al hebben. Dat ik dacht, wow, oké. Dat is wel heel snel. Maar goed, het is in ieder geval gebeurd. Hij is eruit. Ik ben thuis. Gisteren was ik rond 4:15 was ik thuis. Ja. Schoonzus die kwam ons ophalen. Die was... in Alkmaar nog aan het werk, dus die kon ons gelijk oppikken. Zijn gisterochtend door deze vader naar het ziekenhuis toegebracht, dus dat ging wel goed. Nou, je broer is nog naar het ziekenhuis toegekomen voor steun voor jou ook, was ook wel heel erg fijn. Vond ik zelf ook wel heel erg prettig dat hij kwam. Ja. Het is gewoon niet leuk, maar ik ga er gewoon positief in. Sowieso met humor ook, wij zijn allebei van de humor ook, dat houdt ons ook gewoon sterk. Zo wil ik er ook absoluut in gaan. Dat is ook iets wat ik van huis uit meegekregen heb. Gewoon positief erin, daar bereik je het meeste mee ook. Ik ben ook echt niet aan het doemdenken. Al is het wel een fout scenario, daar ga ik er ook gewoon volledig voor. Daar ga ik er gewoon volledig voor. Ik ga hier bovenop komen. Alles gaat eruit. Alles gaat weg. Ik word gewoon weer de sterke Michael die ik altijd ben geweest. Het zal een zware weg gaan worden, maar ik ga er echt voor. Ik ben wat dat betreft gewoon echt onkruid. Je moet voor goede huizen komen weer me kwijtraken. Dus dat gaat echt niet gebeuren. Maar op het moment gaat het gewoon naar omstandigheden goed met me. Ik kan gewoon lopen, al is het wel op een slakkengangetje. Zeg ik heb dus vooral bij mijn schaambeen heb ik pijn, want daar zit dus mijn wond aan de rechterkant. Daar is dus de operatie plaatsgevonden, is naar buiten gehaald. Zaadlaaier is er ook uitgehaald. Dus ik voel het voornamelijk dus echt aan de boven. Als dit zeg maar zo mijn schaambeen is aan de rechterkant, voel ik het dus echt de bovenvoet steken en erachter. En het trekt een klein beetje door naar mijn lies, maar voor de rest heb ik echt nergens last van. Van bepaalde steken, hè, of bewegingen. Ja, en, dat is nu wel minder geworden. Gisteren had ik dat wat meer. Met hoesten heel erg. Maar kan niet goed hoesten. Ik heb twee keer even flink moeten hoesten, maar dat deed echt gigantisch zeer. Er sprong echt een traan in mijn ogen. Dus ik neem wel netjes mijn pijnstillers in. Ik heb paracetamol en diclofenac gekregen. Dat slik ik gewoon netjes. Dat doe ik gewoon de eerste paar dagen ook gewoon eventjes. En dan heb ik op een gegeven moment zoiets van, nou die diclofenac die gaat er dan vanaf. Dan doe ik het alleen met paracetamol. Dan ga ik dat gewoon rustig aan afbouwen ook. Maar ja, het is allemaal eventjes afwachten nog. Ja, en dan... Ik kan wel om de hete brei heen blijven draaien. Collega's weten het allemaal, familie, vrienden weten het ook allemaal. Er zijn er ook een aantal natuurlijk die jullie sowieso op Instagram de foto voorbij hebben zien komen ook. Dat wekt natuurlijk vragen op, dat is logisch. Dus ik had ook zoiets van, joh, weet je, ik ben een open boek. Maak nergens geheim van.
we gaan het gewoon gelijk delen. Ik had het er gisteren met Dennis ook over. Dat ik tegen hem zei van, weet je, we gaan gewoon morgen een nieuwe video starten. Ik ben absoluut niet zielig, dat wil ik wel eventjes erbij zeggen. Kijk, ik waardeer jullie medeleven enorm, maar ik ben niet zielig. Ik ben dan misschien wel ziek, weten we nog niet. Dat horen we de 26e pas echt definitief. De eerste stappen zijn daar gewoon in gezet. De boosdoener, die is eruit. Maar ik ben niet zielig. Ik wil ook niet zielig zijn. Ik ga ook niet zielig doen. Zullen, als het kwaadaardig is en ik moet een heel traject in, zullen er zware momenten zijn. Hoort erbij. Sla ik me ook echt doorheen. Ik heb hele goede steun aan Dennis ook. Dus we slepen elkaar er gewoon goed doorheen. Familie staat klaar. Die steunen echt enorm. Vrienden staan klaar. Dus we krijgen echt van alle kanten enorm veel steun. Dus maak jullie daar alsjeblieft niet druk over. Geen idee hoe het allemaal gaat lopen. Ja, mocht ik wel het traject ingaan. We gaan het wel zien. Ik het misschien apart in een video ga doen ook. Voor een heel traject. Ook, ja, misschien als zijnde van voorlichting ook naar andere mannen toe. Want, ja, achteraf gezien had ik het misschien eerder kunnen ontdekken door wel zelf onderzoek te doen. Er is natuurlijk al heel vaak voor gewaarschuwd. Vrouwen moeten het met hun borsten doen. Mannen moeten het met hun ballen doen. Heb ik niet gedaan. Maar ja, dat is altijd achteraf gezien natuurlijk. Shit happens, zeggen we. Het is gebeurd. We gaan er gewoon weer voor. Maar het kan altijd misschien nog wel iets van voorlichting geven op die manier. Ook naar anderen toe, dat die er wat aan hebben. Er zijn altijd mensen die op internet dingen opzoeken. Ook ter informatie en dat soort dingen. Dus wie weet met de video dat ik dat ook dan iets in kan gaan betekenen. We gaan het wel gewoon zien. Ik ga nog niet te ver vooruit lopen op de zaken. Ik probeer me er ook eigenlijk nog niet mee bezig te houden. Dat zeg ik, we houden wel rekening met het slechte scenario. We hopen natuurlijk op het goede scenario. Maar we leven gewoon, ja, met de dag. We zien, ja, wel wat er gaat komen. Ja, we leven nu voornamelijk aan die 26e. Maar ja, dan komen we er verder. Ik hou me er eigenlijk nu nog niet echt mee bezig ook, hoor. Ik denk dat het voornamelijk gaat gebeuren als ik straks weer die tweede bloedafname moet doen. 22e. En dan heb je wel zoiets van, oké, 26e komt nu wel dichterbij. Ja, ik heb daar dus nu niks meer zitten. Ik heb er nog maar één. En ik moet eigenlijk die ook wordt nu extra vertroeteld. Ja, hij voelt zich ook heel eenzaam. Ja, nee. Ja. Krijgt ook een pireisje. Ja. Nee, ja, ja. Maar, nee, op dit moment heb ik ook echt zoiets van, nee, het voelt ook niet vreemd. Ja, het voelt wat leger aan, zeg maar. Dat zei ik gisteren ook, als ik loop, aan die kant voel ik niks meer tegen mijn been. Het was niet zo dat het echt ding, dong was de hele tijd. Nee, jij hebt niet zo'n hangzak. Nee. Heb jij. Nee, maar het is nu natuurlijk wel, het is allemaal nog vers natuurlijk, gisteren geopereerd. Het is pas dag 1 naar OK. Ja. Het is voor de rest ook niet gezwollen of iets dergelijks, dus het valt ook allemaal mee. Maar ik merkte dat gisteren met douchen wel dat ik echt dacht van, oh, hey, ik mis wat. Omdat je natuurlijk de laatste dagen gewoon echt die knobbel, ik noem het gewoon de knobbel, voelde zitten. Ook met afdrogen voelde je dat, dus zag ik dat ook, dat je echt dacht, oké. En dat is nu gewoon weg, dus dat is wel heel vreemd. Ja, dat was ook gisteren wel het eerste wat ik deed, dat ik wakker werd. Dat ze dat ijsje ging halen ook. Ik ga kijken naar het wondje. Ik dacht, het wondje valt best mee. Ja. Dan ben ik ook gelijk gevoelig. Ik denk, hè? Zijn ze nou allebei weg? Oh nee, hier zit die andere. Ja. Voelde heel vreemd. Ja, dat is wel wat ik denk van, ja, weet je, omdat het toch het verschil was zo gewoon. Denk ik van, ja, hoe lang heeft het er al gezeten? En dan zit ik denk heel erg terug aan denken van, daar heb ik eerder, nee, en omdat het verschil zo groot is, is het dan gewoon iets wat er toch al langere tijd heeft gezeten? Dat denk ik dan niet. En als ik dan bedenk van, nou, waarschijnlijk niet heel verschrikkelijk lang. En daarom zeg ik ook, daarom, en dat wordt ook geadviseerd, ik heb het met mijn stomme kop dus niet gedaan, met dit als gevolg. Ik doe gewoon één keer in de maand, vaste dag, voelen. Ja, dan noem je dat gewoon de ballendag. Ja. Ja, ja, maar in ieder geval denk ik van, oké. Okay, dat maar is dus wel het advies wat ik nu alvast mee kan geven. Ja. Harde leerschool. Maar mannen, als er mannen zijn die kijken, doe het gewoon echt zoals de vrouwen ook geadviseerd wordt. 1 keer in de maand borsten voelen, controleren op oneffenheden en dat soort dingen. Mannen doen het ook gewoon. Gewoon 1 keer in de maand onder de douche. Dan is het allemaal ontspannen, kan je het beter voelen ook allemaal. En als je me enigszins iets van niet vertrouwt, ga gewoon naar je huisarts, laat die ook voelen. Schrik niet, want er kan aan de bovenkant van de bal kan wel iets rimpeligs, verhards zitten. Maar dat is je bijbal, dat is normaal. Ja, er zit en mocht je het voor de eerste keer doen en je hebt echt iets, hoe,
Ga gewoon naar je huisarts. Je huisarts kan je daar ook advies in geven. Schrik dus niet gelijk. Dat is iets normaal. Het is meer als het dat je die bal moet gewoon mooi en tenminste glad zijn. En er is inderdaad elke gedeelte. Dat is niet. Dan heb je je zaadleider, je bijbal, misschien dus bloedvaten. Dat is niet daar. Maar wat bij Mike is, weet je, het gladde gedeelte, daar zaten allemaal bobbels ook op. Ja, dat was een stuk groter. En een stuk groter, ja. En heel hard. Het voelde onnatuurlijk. Ik hou me er eigenlijk niet zo heel erg van mee bezig nu op dit moment. Ook om mezelf niet gek te maken daarin. Ik heb echt zoiets van, joh, weet je, ik wacht allemaal af. De oorzaak is er nu in ieder geval uit. En we gaan wel zien wat de rest gaat brengen. Wat voor pad we moeten gaan bewandelen. Het is afwachten. Ballgate. Is dat een goede... Ja. Nee, ballgate. Ja, en ik moet er even aan wennen dat ik niet meer kloten kan zeggen. Want ik heb maar een kloot. Dat is kloot. Dit is wat het is. Uitgeknipt. Nee, het is bij mij eruit gesneden. Uitgesneden. Nou ja, weet je, misschien is het wel wat ook... Ja, bepaalde zo. Ja. Ja. Jullie zijn in ieder geval op de hoogte. Schroom niet om vragen te stellen. Zet die gewoon onder deze video neer. Mochten jullie vragen hebben, laat ze gewoon achter onder deze video. Mochten er veel vragen komen, kan ik er gewoon even een aparte video voor opnemen. Er wordt natuurlijk wel aandacht aan besteed in de weekvlogs. We gaan gewoon kijken hoe het loopt. We gaan niet te ver op de zaken vooruit lopen ook. Nogmaals, heb je vragen, wil je dingen weten? Stel ze gewoon onder deze video. Mochten er niet heel veel vragen komen, ga ik ze gewoon zelf als reactie beantwoorden. Dus houd het dan gewoon ook in de gaten. Mochten er wel heel veel vragen komen, dan kan ik altijd nog besluiten om eventjes een aparte video op te nemen. Om daar de vragen in te gaan beantwoorden. Vind ik geen enkel probleem. Ik kan me heel goed voorstellen ook dat er echt vragen opborrelen of wat dan ook. Ben je man? Zie je dit toevallig en heb je vragen? Stel ze ook gerust. Ik wil er best ook nu als helaas ervaringsdeskundige ook meer ervaringen over delen. Ook als dit bijvoorbeeld over 6 jaar gekeken wordt. Stel gewoon je vragen. Ik kan je er misschien ook wel wat bij helpen, ook met het hele traject. Ik zit nu nog niet in het volledige traject. Want we weten niet hoe het traject gaat uitlopen. Maar we houden jullie gewoon op de hoogte via de weekvlogs. En we gaan wel zien wat het allemaal gaat brengen. Ja. Dat is het. Ja. En kut. Ja. Kut. Ja. We gaan het hier gewoon bij laten. Ja, hoe doe je het? Ja, precies. Hoe eindig je dan zo'n video weer? Dat heb je ervaren. Maar in ieder geval, alles is besproken, alles is uit en wordt vervolgd. Ja. Toch? In ieder geval wel bedankt voor het kijken. Duimpje mag je sowieso natuurlijk geven. Abonneren is natuurlijk ook van harte welkom. En dan zou ik zeggen, dan zien we elkaar wel in een weekvlog of in een andere video. En dan houden we het hier eventjes bij. Dus in ieder geval, dankjewel voor het kijken. En jullie zijn op de hoogte. En jullie worden op de hoogte gehouden. Doei. Doeg.